Wacht hier, we gaan het proberen. Rennen, bam! Tweede bayonet kill. Lol, ik heb dat nog nooit geprobeerd. Dit is de eerste keer dat ik het probeer. Yo, mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mijn kanaal GamesView. En in deze video ga ik voor een van mijn laatste potjes World War 2 opnemen. De eerste beta natuurlijk. En we spelen met de STG44. En ik heb een reflex grip. En quickdraw dacht ik op staan. Ja, quickdraw. En we gaan gewoon proberen op de map. Dat is een goeie. Point the who, the hawk. Ik weet niet hoe je het echt uitspreekt. En dan gaan we gewoon kijken of we een goede score kunnen gaan halen. Zo simpel is het. Mijn geluid staat nog steeds veel te hard op deze game. Ik weet niet waarom, maar dat staat altijd zo hard. Maar we gaan gewoon proberen de TDM potje natuurlijk te winnen met de STG44. Dus natuurlijk vind ik het persoonlijk de chillste, holy shit, daar staat in mijn rug. De chillste assault rifle, dus we gaan hier gewoon lekker mee knallen, jongens. Ik heb er zin in, teammates zitten lekker met een sniper te schieten. Kom op, jongens, we moeten dit wel even winnen, jongens. Oké, ik heb trouwens ook een Semtex. Ik heb trouwens ook de Semtex aanstaan om gewoon lekker te gooien natuurlijk. Wie weet dat we daar een kill mee halen. Hey, het zal altijd gewoon nice meegenomen zijn als we daar gewoon random een kill mee droppen. Zit daar iemand? Maar tot nu toe wat ik van World War 2 vind. Ik vind het een super sicke game. Oh shit, wacht even hoor. Kut, oh teammate. Mijn teammate ging dood, hij dacht dat hij mij had. Maar dat was het niet zo, ik leefde nog. Ik vind het een hele sicke game. Ik vind het super dood dat er eindelijk weer een keer een goede Call of Duty gewoon uit is. Alleen ik weet nog niet echt wat het helemaal... Dat was mijn eerste bayonet kill. Holy shit, dat ging echt per ongeluk, ouwe. Oké, dat is fucking sterk eigenlijk van dichtbij. Maar ik vind het tot nu toe echt een super dope game. Alleen ik weet nog niet echt wat er allemaal in gaat komen natuurlijk. De supply drops, misschien gaat dat het helemaal verneuken. Misschien niet, weet je wel. Dat weet ik dus nog niet. Dus ik wil eigenlijk dat nog eerst kunnen zien. Wil ik echt een hele grote uitspraak gooien. Van yo, ja dit en dit. Maar het kan nog altijd verneukt worden. Maar tot nu toe is het echt een super dope game. De Dolphin Life heb ik echt weer gemist in Black Ops 2 natuurlijk. En dit rennen vind ik ook wel dope. Met zo'n bayonet op de voorkant van je wapen. Het ziet er gewoon allemaal sick uit. Dit wapen is ook zo sterk, ouwe. Ik zweer het. Hop. Oh, ja. Je moet natuurlijk, als je iemand weak hebt geschoten, kan je gewoon met die handguns gewoon gaan schieten, weet je. Je pakt de kill dan alsnog gewoon snel op, omdat die handgun ook best wel sterk is. Dus je hoeft maar één kogel of zo nog te raken en je hebt al een kill. Ik verwacht dat daar iemand komt, maar ik ga daar niet heen. Ik ga gewoon de andere kant op, want daar zag ik iemand lopen. Ik wil eigenlijk zo'n renkill maken, dan heb ik zo'n bayonet in zijn rug steek. Wacht hier, we gaan het proberen. Rennen, bam! Tweede bayonet kill. Lol, ik heb dat nog nooit geprobeerd. Dit is de eerste keer dat ik het probeer. En het bevalt me wel geinig. Het bevalt me wel geinig. Oké, die zin, woordkeuze gebeuren heb ik nog nooit gebruikt. Maar lol, dat is... echt, die bayonet is zo droog. Voor de mensen die niet weten wat een bayonet is, dat is het mes ding gebeuren voor op mijn wapen. Dus ja, dan weet je dat. En de dropshot is ook weer back, hoor. Ik moet denk ik op tactical gaan spelen. Ik speel nu gewoon op de standaard settings van Call of Duty. Zeg maar dat je gewoon met een rondje bukt en zo. Maar ik denk dat ik op tactical ook wel gewoon chill kan spelen. Dus dat moeten we eigenlijk ook een keer aangezet. Zit hij nou... Oh my god, hij was naar boven gerend. Bruh, we hebben de UV. Hoppa, gewoon aangooien. Bam. We hebben let op, met de handgun, let op. Haha, triggervinger. Zo dope, die handguntjes kan je gewoon mee schieten, hè. Want in veel Call of Duty's kon je daar ook echt niet mee overweg gaan. Kijk maar naar... Holy shit, bijvoorbeeld IV. Ik kon daar echt... Maar met... Oh my god, ik was zo weak, dat was jammer. Ik kon daar niet echt met handguns omgaan. En in de Black Ops 3 gebruikte je altijd de RK5 op de M8 class. Dus dat op... Bayonet kill, oh jammer. Dus ja, op zich is het wel nice dat het in deze Call of Duty ook gewoon weer te gebruiken is. Want anders... Ja, weet je, ze zitten toch in de game, weet je. Dan moet je ze ook kunnen gebruiken, bedoel je. Natuurlijk... Ah, Dolphin Dive! Kijk, dat is zo leuk aan Dolphin Dive. Ik kan gewoon... Soms, het is gewoon... Het is ook een geinige functie, maar het heeft ook echt gewoon een goede functie eigenlijk, dat Dolphin Dive. Je kan gewoon snel bijvoorbeeld voor een graad... Als hij hier ligt, bijvoorbeeld... Ah, bam! En hier achter springen, weet je. Dat heeft nog best wel een goede reden waarom dat erin zit. En ja, het is ook gewoon vooral geinig, weet je wel. Dat je gewoon even kan zo springen. En gewoon van zo'n Dolphin Dive doen, even shotgun. Ja, vriend, dat ga je niet raken van die afstand, helaas. De shotgun heeft een ver range, maar zo ver... Oh, nee, Dolphin Dive! Ah, kut. De Dolphin Dives are real, jongens. Dat zijn gewoon een dolfijntje, jongen. Hop, bep. Het is echt legit chill, hoor. Ik zweer het. Granaat ontplofje, dankjewel. Oké, dan lopen we weer verder. Hup, Dolphin Dive. Hij is al dood. Lekker teammate, lekker pick. Oké, ze komen daar wel en daar ook. Teammate, wat heb jij voor wapen dan? Ik blijf gewoon de hele tijd Dolphin Dive houden. Hier, let op. Hup. Ik wou een dolphin dive doen. Waarom als je vanaf, helemaal vanaf die hoogte een dolphin dive kon doen, dan kon je me echt oprapen, man. Dat zou echt sick zijn geweest.
Zo'n hey en dan van een hele hoog gebeuren af. Kelt gewoon. Waarom tot nu toe wel lekker? Ik hou van deze assault drive. Ik vind het zo chill schieten. Kut, het is een prombo. Oh my god. Oh, als ik daar in die promblok zat. We hadden sowieso echt iedereen gekillt daar. We gaan wel lekker op zich. 18-9, 2kd'tje houdt dat in. Dat is altijd wel nice. 2kd vind ik altijd gewoon de chillst om te halen, weet je. Oeh, daar, ja, kut. Ik ga toch hierheen. Want ik zag hem wel lopen. Komt hij hier dan? Ja, kut. Het is, die afgrond daar is kut, weet je. Je kan er net niet onderdoor kijken. Oh, in mijn nek. Loop je hier naar boven? Dolphin dive. Oh nee. Kut, ik schoot. Oh my god, wat dom. Hij weet niet door. Jongen, kom terug. Hup, dolphin dive. Hup, hup, hup. Oh shit, ouwe. Wat een kill, wat een kill. Oh, lol, what the fuck. Zo droog soms, jongen. Echt, ik vind dat dolphin dive zo leuk. Hier, woep. Oh my god. Ze zitten allemaal hier voor mij, jongens. En die gun staat aan de verkeerde kant. Weet je hoe kut dat is? Nee, hij zit uit de campen. Trained like Larry, bro. Larry, wat... Ik word gespantred door een sniper. Yo, Larry, wat ben je daar aan het campen? En deze sniper ook. Oké, hij staat zo lekker teammates. Ik hier gewoon met 3 man erop. Wat denk je? Jij mag campen hier in deze game. Nee, nee, campers worden afgestraft gewoon. Hij staat daar. Ik zag hem. Hij ging of naar links of hij zit daar nog rechts. Hij gaat naar links. Dus ik loop via hier. Dolphin dive. Oh, iemand is zo'n gekke vliegtuig houden. Huh? Wat? Ze hebben een nieuwe scoreschieter in. Had ik nog nooit gezien. Ik speelde sinds zondag weer. Het is zondag dat ik het opneem. Holy shit, dat had ik niet. What the fuck? Hebben we nou verloren of niet? Nee, we hebben gewoon een. Oké, nice. Ik wist niet. Ze hebben ook nieuwe scoreschieter toegevoegd. Ik hoorde ook iets van een nieuw wapen. Dus dat gaan we zeker weten nog uitchecken. Natuurlijk, dit is niet de enige Wild War 2 video. Beta video op mijn kanaal. Er komen er nog zat meer. Want volgend weekend kunnen we het gewoon weer spelen. En natuurlijk, de echte game komt uit. Dan gaan we dat sowieso. Gaan we dat opnemen. Dat komt goed. Genoeg videos en livestreams komen erop. Maar jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker een duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later mee.